Goedenavond, dames en heren. Wat fijn dat u kijkt. Helemaal vanuit uw eigen huis. Het is goed dat u er bent. Het is zaterdagavond. Het is avond 5 van 6 van Crossing Border 2020. En het is een hele speciale avond, want wij zitten niet voor een live publiek, maar hier in Theater aan het Spui. Wij zitten speciaal voor u klaar. Het is goed dat u incheckt. U bent live. Goedenavond. Mijn naam is Jelko Arts. Ik ga u de komende 5 kwartier een heel bijzonder programma laten zien. U kijkt naar The Chronicles Live. En als u het mij vraagt, is dat Crossing Border op zijn allerbest. Op zijn Crossing Borders. We hebben nog nooit zoveel borders gecrossed. We hebben een heel speciaal programma voor u. En ik ga het aan u voorstellen. The Chronicles is al jaren het programma van Crossing Border, waarbij we 5 auteurs van over de hele wereld hier naartoe vliegen, naar Den Haag. We vragen hen om namens ons het festival te bezoeken, om als figuranten, om als detectives over het festivalterrein te lopen en op te schrijven hoe zij die ervaring vinden. Dat is een bijzondere kans voor u als publiek, als bezoeker, om door de ogen van schrijvers te kijken naar een festival. En dat is nog niet alles, want Crossing Border zou Crossing Border niet zijn als we daar ook nog niet eens 5 vertalers aan zouden koppelen. Het zijn namelijk auteurs van over de hele wereld, niet alleen uit Nederland, uit België, maar ook uit Engeland, Amerika, Mexico, Polen. Ze komen overal vandaan en we koppelen hen aan vertalers die hen vertalen naar het Nederlands, zodat zoveel mogelijk mensen van hun teksten kunnen genieten. En daarom hebben we vandaag 5 auteurs voor u en 5 vertalers. En we gaan beginnen met die 5 auteurs. Maar, misschien heeft u het gemerkt, er is een pandemie aan de gang op deze wereld. En daarom konden niet alle auteurs de borders crossen. Ik heb daarom het genoegen om de Nederlandse auteurs hier bij me te hebben. Omdat zij hier wonen of werken. De rest mocht van Mark Rutte niet komen. Ik ga ze aan u voorstellen. Dames en heren, naast mij zitten Anne Moraal. Zij debuteerde vorig jaar met haar roman Honden huilen niet. Ik heb Sebastian Chabot voor u. Zijn boek De slaap die geen uren kent kwam begin dit jaar uit. En ik ga praten met Shole Rezazade. Haar boek De hemel is altijd paars staat op het punt van verschijnen. Komt eraan. Ik ga met ze praten. Hartelijk welkom. Dank je wel. Anne, Sebastian, Shole, goed dat jullie er zijn. Welkom. Het is een beetje gek zonder een live publiek. Maar als het goed is, hebben jullie wel gewoon gewerkt alsof het een normale editie van Crossing Border is. We hebben jullie gevraagd om de afgelopen dagen van het festival te schrijven over hoe je het festival hebt ervaren. Sebastian, ik wil met jou beginnen. Jij woont in Den Haag. Jouw boek speelt zich voor een deel af in Den Haag. Ja. Je hebt de moeilijke taak om in een hotel in Den Haag te schrijven over een stad die jij supergoed kent. Ja, ja. Hoe is dat? Nou ja, we hadden het al voor de uitzending even over thuiswedstrijd eigenlijk. Maar een thuiswedstrijd moet je winnen. Hè? Dat is, en het gekke is dat je ook... we zitten dus in een hotel met z'n allen, iets verderop. Maar je kent de hotels in je eigen stad ook niet. En... voor de rest is het een totaal, is het hotel totaal verlaten. Het is heel erg stil. Dus het is heel erg spooky. Je gaat in je eentje met een mondkapje op natuurlijk de lift in. En dan nou ja, naar je kamer. En ik heb af en toe, s'nachts, dan denk ik van, nou, ik toch even kijken wat er op de gang gebeurt. Dus dan doe je de deur van je hotelkamer open. En dan zie je zo'n eindeloze gang met een beetje knipperend licht aan het einde. Het is eigenlijk doodeng. Maar gelukkig Crossing Border. Dank dat we ook mogen komen. Natuurlijk, dus dat kunnen op je hotelkamer volgen. Ja. En nou ja, ik weet of ik heb... iets wat me gisteravond opviel, wat ik echt geweldig vond. Gisteravond werd er afgetrapt met middelbare scholieren. Dus die kregen een podium om hun gedichten voor te dragen. En er was één meisje, Daria, als ik het goed onthouden heb. En die schreef dat ze zich geen dag in haar leven kan herinneren zonder dat haar ouders gescheiden waren. En ze schreef dat ze van tante naar tante, ze kon niet thuis blijven wonen, dus van tante naar tante naar tante gaan, tot er geen tantes meer over waren. En toen kwam ze in de opvang terecht, zoals zij dat zelf omschreef. En een van haar laatste zinnen was zo prachtig, dat was, ik heb dit leven niet gemist. Voor een 13-jarige, die zo op haar leven terugkijkt. Dat vond ik zo fonkelend en ontwapenend, dus... de toekomst is in goede handen. Daar wil ik maar mee beginnen. Gelukkig, dat is een veelbelovend begin. Voor jullie alle drie, ik kan me voorstellen dat de afgelopen dagen... dat die anders zijn dan jullie normale routine. Omdat we jullie vragen om meteen te verwerken wat je tegenkomt. Iedere dag schrijven jullie een korte proza tekst. Anne, hoe is het voor jou om rond te lopen met het idee... ik moet iets met wat ik om me heen zie. Is dat iets wat past bij jouw dagelijkse routine als schrijver?
Ja, eigenlijk past het best wel goed. Ik hou heel erg van deadlines. Dat heb ik ook wel nodig. Dus in mijn schrijven, ik schrijf ook met deadlines. En dan met, oké, ik loop nu rond, ik moet dan wat schrijven. Dus eigenlijk past het heel, heel goed. Dus ik heb ook helemaal geen stress of zo. Ik denk ook helemaal van, het komt goed. Gelukkig. Want ik leef op, hè, als er deadlines zijn. Dus, ja? Ja, dat is fijn. Ja. Wat gebeurt er bij jullie bij deadlines? Zijn we daar oké mee? Of is dat iets waar we een hekel aan hebben? Het steert vaak het best op het moment dat de deadline nadert, toch? Volgens mij werkt dat inderdaad wel. Vind je ook? Ja, ik heb geen moeite met deadline. Dus zeker, je komt inspiratie een beetje tekort. Omdat, normaal, ik zoek inspiratie in mensen die ik... Ja, tegenkom of een onbedoelde gesprekken. Maar ja, nu zit je in je kamer en dan kijk je naar festival en dat zit. En ook buiten is ook niet heel veel inspiratie. Dus wat je kan doen is een beetje meer blijven fantaseren of terugkeren in jezelf. En met je eigen gedachten die je al had en nu met die rust komen ze meer naar boven. Maar ja, deadline is, is geen probleem. Dus, Gelukkig. Yeah. Geen stressvolle dagen ook, nee. Ook aan die kant. Nee. Je noemt het al een klein beetje. Wat ik me afvraag is, hoe belangrijk is die buitenwereld voor jullie in jullie schrijvende werk? We zijn nu door de coronapandemie een beetje aan onze huizen gekluisterd. We zitten in een soort lockdown. We zien weinig mensen. We zien weinig verschillende omgevingen. En toch is een schrijver... In mijn ogen, en misschien is dat cliché, maar bij uitstek iemand die juist leeft van de input van buitenaf. Is dat iets wat jullie ook ervaren? Ja, maar die buitenwereld die houdt natuurlijk niet op te bestaan. Ik was, want jij zei dat er buiten niet zoveel was, maar je kan in Den Haag bijvoorbeeld naar Scheveningen lopen, naar de zee. En daar is een heel grote boulevard voor de mensen die Scheveningen niet kennen. Er stond een viskraam op en Jos is de eigenaar van die viskraam en die die doet ook de frituur, zou ik maar zeggen. Ja. En er stonden twee vrouwen hadden net kibbeling besteld bij Jos. En er kwam er een vriend van Jos kwam voorbij en die vroeg van hoe het nou ging. En toen zei hij van deze stilte is in ieder geval normaal voor de tijd van het jaar. Dat vond ik zo'n mooie zin. De hele zomer was natuurlijk veel te stil voor hem. Maar nu, hier kon hij nog wel mee dealen. Dus ja, goed, als je het even niet meer weet op je hotelkamer, dan kan je... Altijd naar Scheveningen toe, zeg maar. En daar liggen ze voor het oprapen. Altijd naar buiten. Ja. Jullie hebben alle drie een jaar achter de rug met een eerste boek. Anna, voor jou is het een debuut als schrijver. Jij werkt voorheen ook al veel als met audio, veel als verhalenmaker met audio. Hoe is het om ineens naar buiten te komen met iets wat mensen, waar ze jou niet bij krijgen? Waar ze alleen maar op papier... Je geeft ze af en daarna ben je zelf weg. Hoe ervaar je dat? Ja, ik vond het echt wel, denk ik, het kwetsbaarste wat ik ooit heb gedaan. Terwijl ik ben helemaal geen autobiografische schrijver. Dus het is ook eigenlijk helemaal niet op mezelf gebaseerd. Maar ik vond het alsnog super kwetsbaar. En dat betekent dan niet dat mensen er niet iets van mogen vinden. Of dat ze het niet goed mogen vinden. Juist wel. Maar het is echt, denk ik, heb ik nog nooit iets gedaan of... aan de wereld gegeven, om maar zo dramatisch te zeggen, dat zo van mij was. Zonder dat... Ik heb het natuurlijk al samen met mensen gedaan. Maar dit is wel uiteindelijk wat er is. Daar sta ik volledig helemaal achter. Dus helemaal geen compromis of zo. En dat vond dan toch heel kwetsbaar. Want voor de mensen die het boek nog niet kennen, ik ga het even omhoog houden. Honden huilen niet. Het gaat over de Noord-Koreaanse Yin Kyong. Die als haar vader sterft wil ontsnappen aan haar verdriet. En ze komt terecht in Nederland, want ze wordt door het Noord-Koreaanse regime uitgekozen om te gaan werken in een restaurant in Amsterdam, waar de Noord-Koreaanse tradities en wereld een beetje worden gevierd. Helemaal niet autobiografisch, zei je net al, maar wel stof die zich zou lenen tot een non-fictieverhaal. Stof die heel duidelijk speelt in deze wereld. En toch heb je gekozen om er fictie van te maken. Kun je iets vertellen over die keuze daarvoor? Ja, ik wilde juist heel graag een boek schrijven die heel erg juist speelt met... of juist heel erg de fictie viert of het verhaal viert. En dus juist niet autobiografisch, maar juist speelt met wat is waar en wat is niet waar. En is het erg als je de werkelijkheid niet kent? En toen dacht ik, ja, wat moet je onderwerp dan zijn van iets wat...
je eigenlijk nooit echt kan leren kennen. Dat is Noord-Korea, want dat is zo onbereikbaar. Er is geen land bijna onbereikbaarder dan Noord-Korea. En toen dacht ik, ja, als ik het verhaal wil vieren of fictie en mensen wil laten zien wat feit en fictie kunnen doen in de meest extreme vormen eigenlijk van het begrip, ja, dan moet je Noord-Korea kiezen. Een land vol met fictie. Vol met fictie. Of is het wel fictie? En is het fictie als je er echt zo in gelooft dat het werkelijkheid wordt? Ja. Je hebt het in een roman gegoten die veel fragmenten aan elkaar koppelt. Het zijn verschillende verhalen. Het springt een beetje heen en weer. Hoe heb je tijdens je research die verhalen vastgelegd? Hoe heb je structuur aangebracht in een proces van research doen? Nou ja, ik heb vooral heel veel research gedaan omdat ik bepaalde... Ik schrijf over Noord-Korea, een land dat ik niet ken. En het is ook absoluut geen non-fictieboek, maar ik wil het natuurlijk wel recht aan doen. Dus ik heb wel, in mijn research heb ik dus wel Noord-Korea geresearched en die mensen daar. Maar uiteindelijk dat juist dan ook weer dat gebruikt als een soort basis waarop je helemaal los kan gaan met je fantasie. Juist ook vanwege alle vooroordelen die er hier leven. Over Noord-Korea, maar ook in Noord-Korea, over de westerse wereld. En juist om daar uiteindelijk mee te spelen. En was het een verademing, dat moment dat je dacht, oh, ik kan er nu die fantasie bovenop gaan leggen? Ja, dat vond ik wel. Want het is natuurlijk, wanneer is het genoeg? En vooral bij een land waar je nooit echt erachter kan komen. Ik ben naar Noord-Korea gegaan. Nou, dat is denk ik misschien nog wel de slechtste plek om achter de werkelijkheid over Noord-Korea te komen. Ja. En op een gegeven moment kan je heel erg vastlopen op het feit dat je denkt van, nee, maar wie ben ik nou om dat verhaal te vertellen over Noord-Koreanen? Want ze moeten hun eigen verhaal vertellen, wat ik ook vind. Hè? Maar het boek gaat om fictie. Dus het gaat om wat niet waar is. En juist om de onbereikbaarheid van de ander. En om te onderzoeken van, oké, maar ik kan niet eens, als ik een boek over jou zou schrijven, dan zou ik dat ook moeten verzinnen voor een heel groot deel. Omdat ik nooit bij jou in jouw hoofd kan kruipen en echt weet wat jij denkt. Ja. En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat ik heb gedaan, maar dan nog veel extremer, omdat het echt iemand is waar ik nooit bij in het hoofd zou kunnen komen. Ja, en toch is er overlap. Dus er zijn de cirkeltjes van jou en de hoofdpersoon die gaan een klein beetje over elkaar, maar nergens helemaal. Zou je misschien een stukje willen voorlezen uit het boek? Ja, ik heb een stukje uit... Het gaat inderdaad dus over een Noord-Koreaans restaurant in Amsterdam, dat trouwens ooit echt heeft bestaan. En daar houdt ook... De werkelijkheid op. En dit is... Ze hebben een openingsavond, maar voor de openingsavond hebben ze nog een avond voor de pers. Kleine Richard had voor de gelegenheid een gestreept pak aangetrokken met een roze das. Hij wachtte tot de eerste gast met een ongeduldig kuchje de stilte doorbrak en liep toen naar voren, vlakbij het televisiescherm op het podium waar wij later op de avond zouden optreden. Kleine Richard spreidde zijn armen alsof hij de hele zaal wilde omhelzen. Vervolgens klapte hij hard in zijn handen om ze tijdens de toespraak vast te houden. Ik vermoed dat hij iets zei als, dames en heren, wij willen u allemaal welkom heten in restaurant Pyongyang. Ik hoop dat u geniet van de heerlijke Koreaanse gerechten en het Koreaanse entertainment. Als er vragen zijn, dan hoor ik ze graag. Dank u. Kleine Richard maakte een buiging en drukte zo onopvallend mogelijk de knop van de muziekinstallatie in. De gasten klapten. Op het televisiescherm was het logo van het restaurant te zien, de ster van onze vlag. Toen één voor één verschenen de rode letters die de naam van het restaurant vormden. Pyongyang. We droegen allemaal dezelfde witte schoenen met een hakje. Onze jurken waren hetzelfde, maar verschilden van kleur. De mijne was hardroze met een gele strik op de voorkant. Aan de bar trok kleine Richard zijn das los en stroopte zijn mouwen op. Kleine groepjes van drie vulden het restaurant. Een cameraman, een man met een microfoon en een derde, soms een vrouw, die druk aantekeningen maakte in een kladblokje. We wilden dat ze gingen zitten, dat ze ons eten aten en naar onze optredens kijken. Aan het einde van de avond konden de journalisten vragen stellen, maar eerst zouden wij het eten opdienen en was er een programma vol dans en zang ingepland. Ook was er karaoke, maar dat was eigenlijk nog een verrassing. Daar zouden we de avond mee afsluiten. De journalisten hadden geen geduld. Nog voordat we de eerste gang konden opdienen, werden er vragen gesteld. In het Nederlands, in het Engels. We hadden alleen de ingrediënten uit ons hoofd geleerd en de teksten van de liedjes. De journalisten bleven niet zitten. Mannen met filmcamera's en fototoestellen bewogen zich door het hele restaurant. In de keuken, buiten en zelfs op de gang richting de toiletten. Ze probeerden naar boven te lopen waar we het kleine museum hadden ingericht.
Het was de bedoeling om deze later op de avond te openen, met confetti. En steeds weer die vragen. Wat doen jullie in je vrije tijd? Is dit echt Koreaans eten? Wat vinden jullie van Nederland? Hoe zijn jullie hier gekomen? Hoe hebben jullie Engels leren spreken? Eten jullie dit thuis in Pyongyang ook? Waar slapen jullie? Al deze vragen waren terug te voeren op twee kernvragen. De twee dingen die de journalisten eigenlijk wilden weten. Maar dat begrepen we pas later. De eerste, die werd gesteld met een glimlach. Hij was bedoeld om het ijs te breken en te laten zien dat ze zich wel degelijk hadden ingelezen in onze cultuur. Staat er hondenvlees op het menu? De tweede werd omslachtiger gesteld, met een serieus gezicht. Er was maar één antwoord mogelijk en elke journalist, of ze nou een microfoon in hun handen hadden of een pen, was erop gebrand de eerste te zijn om dit antwoord te vangen. De vraag die handen liet trillen en waardoor brillen met een vinger hoger op neuzen geduwd moest worden, was: houden ze jullie gevangen? Mevrouw Han werd geïnterviewd door een meisje met een blonde paardenstaart. We only want the truth, zei het meisje. Ze keek mevrouw Han indringend aan en terwijl ze de microfoon steeds dichter bij haar mond hield om er een reactie uit te hengelen. We zagen hoe de camera op haar gezicht inzoomde. Mevrouw Han had die avond haar zwarte mantelpakje ingeruild voor een roze blouse en donkerblauwe pantalon. Looking good, had grote Richard met een knipoog gezegd. Mevrouw Han had hier niet op gereageerd. Ook nu was ze niet onder de indruk. The truth, zei ze, en strekte haar armen uit alsof ze het restaurant bij de muren vast wilde pakken. This is the truth. Mijn waarheid was niet genoeg, of daar waren de journalisten niet in geïnteresseerd. Ze aten amper. Toen we de karaoke instarten, waren er nog maar een handvol mensen over. Twee mannen zongen nu een duet met lange uithalen, voordat ze ook zij hun spullen pakten en het restaurant verlieten. Het ijs dat in schaaltjes op hun tafel lag, was nog niet eens gesmolten. Tegen de tijd dat we Tulpen uit Amsterdam zongen, was het restaurant leeg. Dankjewel, Anne. U hebt als kijker nu een indruk gekregen van het werk van Anne. Dit is uit haar roman Honden huilen niet. Maar zij heeft ook de afgelopen 5 dagen geschreven over haar ervaringen op Crossing Border. En we hebben een Italiaanse vertaler die iedere dag haar verslagen naar het Italiaans vertaalt. Zijn naam is Francesco Panzeri. En hij heeft een onmogelijke opgave, want hij krijgt de teksten van Anne aangeleverd en hij moet binnen 24 uur met een vertaling komen naar het Italiaans. We hebben een fragment van hem waarin hij een blog van Anne voorleest. En dat wordt, als het goed is, Nederlands ondertiteld. Gaan we nu instarten. Dan kunt u een indruk krijgen van wat Anne heeft meegemaakt op het festival. Ciao tutti. Ik ben Francesco en ik kom uit Bergamo, Italië. Jammer dat ik niet in Den Haag kan zijn vanavond, maar wel leuk dat ik aan dit project kan meedoen. Dit is mijn vertaling van de eerste tekst van Anne Moraal, in het Italiaans vertaald dus. De tekst heet Uvelaken. Non molto tempo fa vivevo in città. Nella grande città, dove nasce la maggioranza degli scrittori, me compresa. Un anno e mezzo fa ho traslocato, a Hoevelaken. Probabilmente il nome non vi dice nulla, o forse sì, per lo svincolo dell'autostrada, per le code. A Hoevelaken, svoltare a destra o a sinistra. Non proprio al centro dell'Olanda, appena fuori dai boschi del Veluwe. In paese abbiamo una piazza che è stata progettata negli anni 70, credo, e il cui fulcro è un edificio ottagonale. All'interno trovano spazio lo sportello del comune di Nijkerk, aperto il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11.30, un fisioterapista, una chiesa, un centro fitness e il bar-ristorante spazio polifunzionale The Han. Poco dopo il trasloco, al The Han ho ordinato una bottiglia grande di acqua frizzante. Il cameriere mi ha guardata perplesso, quindi ho aggiunto che se non avevano bottiglie grandi, anche una bottiglietta andava bene. Il ragazzo mi ha risposto che avrebbe chiesto in cucina. 2 minuti dopo l'ho visto uscire dalla porta sul retro e correre verso il supermercato. A Hoevelaken ci sono 3 supermercati, di cui uno si affaccia sulla piazza. Altri 2 minuti dopo il cameriere è tornato al mio tavolo con una bottiglia di plastica di spa frizzante da 1,5 litri e l'ha infilata in un refrigeratore da vino. Grazie, gli ho detto. Di nulla, mi ha risposto, per poi dirigersi al tavolo successivo. Un anno fa ho lasciato il mio vecchio lavoro. Era un bel lavoro per cui avevo dovuto lottare, per cui dovevo continuare a lottare. Un lavoro per cui ho continuato a lottare, lottare, lottare.
con una ferocia tale da farmi accorgere solo troppo tardi che si trattava di una battaglia persa, perché non lottavo più per qualcosa, ma solo contro me stesso. Ho organizzato una festicciola d'addio a base di Bitterball, Glitter e una playlist che ho potuto comporre in prima persona. 9 mesi fa sono diventata mamma. 7 mesi fa l'Olanda è entrata in lockdown. Ovviamente bisogna un attimo abituarsi quando si trasloca, si lascia il lavoro, quando si diventa mamma. Quando il mondo intero viene chiuso a chiave, poi riaperto e poi richiuso e per fortuna riaperto di nuovo. Anzi, no. Anche il bar-ristorante The Han deve chiudere di nuovo. Vivo in una casa di campagna, realizzata da un architetto che pare abbia progettato anche parti del parco divertimenti dell'Efteling. Abbiamo un tetto piatto, un giardino ampio e una torretta di osservazione, dove si trova il mio studio. La torretta, con le sue travi in legno e le finestre su entrambi i lati, mi ricorda una cabina di pilotaggio. Fa sempre troppo caldo o troppo freddo, le luci non funzionano e c'è una vecchia moquette grigia. Eppure, questo dirigibile ha cambiato il mio modo di vedere le cose. Qui, già da mesi, osservo come il mondo cambia appena, nonostante il lockdown, il che mi tranquillizza. Se oggi il silenzio nella grande città deve sembrare assordante, il silenzio a Hoevelaak è lo stesso che si sente da anni. Bisogna un attimo abituarsi, ma nel frattempo ho imparato che cambiare è spesso positivo. Prima che te ne accorga, a tavola, ti trovi non una bottiglietta, ma una bottiglia di 1,5 litri d'acqua. Quindi forza, tra qualche giorno il dirigibile parte. Destinazione Laia. Ja, dat was een fragment van Anne Moraal, vertaald en voorgelezen door Francesco Panzeri. Daar draait Crossing Border om ervaringen van verschillende auteurs te vertalen naar een zo breed mogelijk publiek. En iemand die heel goed weet hoe het is om met verschillende talen te werken, Sjole, dat ben jij. Ik zei het in het begin al, jouw boek staat op het punt van verschijnen. In het Nederlands gaat het De hemel is altijd paars heten. Ik vroeg me af wat Anne net vertelde over dat het uitbrengen van een boek het meest kwetsbare is wat ze ooit heeft gedaan. Is dat iets waar jij alleen maar heel instemmend ja bij kan knikken? Heb je dat ook zo, ervaar je dat ook zo? Ja, voor mij was eigenlijk de grootste uitdaging eigenlijk sinds de eerste dag dat ik naar Nederland kwam. Ik dacht, ja, ik ga door met schrijven. Dus dat is gewoon, hoe ga ik het doen in het Nederlands? En voor mensen die Nederlands gaan lezen. En dat is nog steeds een uitdaging. Maar ja, met het uitgeven van boek, nee, dat was minder moeilijk. Dan. Want, voor de mensen die het niet weten, jij bent sinds 2015 in Nederland. Daarvoor woon je in Iran. Ja. En in het Iraans heb je al een aantal teksten op je naam staan. Voelt het alsof je in het Nederlands weer op zoek moet naar een stem? Voor mij is... voelt alsof ik eigenlijk een andere stem heb hier. Niet dat ik ga op een andere manier schrijven of over iets anders schrijven. Maar het voelt gewoon, schrijven in een andere taal voelt heel anders. En eigenlijk vrijer en voor mij is het een soort van een feest. Dat is, ja... Het komt omdat je hebt minder emotie met de woorden. En waardoor je gaat ze makkelijker gebruiken. Dus mijn boek gaat over een van de... Misschien, het is eigenlijk de meest persoonlijke iets dat ik heb ooit geschreven. En dat komt denk ik doordat het gebruik maken van de woorden... zo makkelijk waren. En ik kon gewoon praten over of schrijven over al die gevoelige ontwerpen die misschien al jaren in mijn gedachten zaten. Maar ik kon die niet of ook het durfde niet of het was te moeilijk of te zwaar om dat te schrijven. Dus ik heb het over mijn vader, mijn eigen jeugd. En ja, dat zou ik niet durven in Persisch schrijven, denk ik. En
En hoe kan dat? Waar zit hem dat in? Heb je voorbeelden van iets waarvan je zegt... toen ik achter mijn bureau ging zitten en dit in het Nederlands moest schrijven... toen gebeurde er iets wat in het Perzisch niet zou kunnen gebeuren. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, dus eigenlijk het hele thema van het boek. En, kijk, bijvoorbeeld, het boek gaat over... ook over de relatie van een meisje met zijn vader in verschillende fasen. En vooral als haar vader verslaafd raakt aan opium. En die wijze, lieve vader verandert opeens van iemand anders. Of de relatie verandert. En ik durf het nog steeds niet in Persisch zeggen dat mijn vader is verslaafd geraakt aan opium. Dus dit kan ik in Persisch niet zeggen, laat staan schrijven. Maar in Nederlands zeg ik. Omdat voelt minder eng of minder verdrietig of wat dan ook. Maar voelt gewoon minder. Dus eigenlijk in het Nederlands, als ik zeg mooi of als ik zeg lelijk. Ja, voor mij is niet zo groot verschil tussen deze twee woorden. Waar in Farsi, in Persisch, als ik zeg mooi, dan komt echt iets vanaf hier tot hier mooi. En dan als ik zeg lelijk, dan is lelijk. Maar in Nederlands is het gewoon makkelijker om die woorden te gebruiken. En ik denk dat heeft me heel erg geholpen om een andere kant van mijn, van mijn stem te kunnen horen en laten gehoord worden. Wat ik zei, ik heb eigenlijk nooit over mezelf geschreven. In Persisch. En in het Nederlands gaat het toch? Dus ja, in het Nederlands zit het opeens, hoeps, ik heb gewoon ik heb gewoon alles verteld. Wauw, dat is inspirerend. En het boek is daardoor ook genadelozer geworden, begrijp ik. Je bent ook strenger geweest en je gaat er vol in. Is er een indicatie van wanneer het komt? Want we willen het allemaal natuurlijk keigraag lezen. Dus het idee is in januari. Januari, oké. Okay. Ja. Maar is het nu al op websites om te reserveren? En dus... Heel goed. Mensen kunnen alvast reserveren. Ja. Googelt u vooral alvast op De Hemel is Altijd Paars... als u wil lezen hoe genadeloos Sjole haar roman heeft geschreven. Ja. Sebastian, ik ga even kort naar jou. Want ik kan me voorstellen dat je hier herkennend op hebt geknikt. Ja. Ik weet dat jij jouw Nederlandstalige roman... De Slaap die geen uren kent... in het Engels hebt geschreven. Juist ja, het omgekeerde. In een taal die niet je eigen moedertaal is. Ja, klopt. Ik had het boek uit en ik dacht ik geloof het gewoon niet. Het is een heel talig boek. Ja. Hoe was het om een taal te schrijven die je niet met de paplepel ingegoten hebt gekregen? Nou, het gekke is eigenlijk heel bevrijdend. Ik begon dit Nederlands te schrijven. En wat je soms in je eigen taal hebt, is dat je vooral de fout ziet. Of hoe een zin ritmisch niet loopt. Of in ieder geval wat er verkeerd aan is. En in een andere taal, precies wat jij net zei, kun je eigenlijk strafloos proberen. Die fouten die zie je niet. Of fouten worden zelfs vondsten. En ik had daar gisterochtend een heel lang Skype-gesprek met Olga, mijn Poolse vertaalster, over. Want die zei, zij had het meest moeite met... woorden die niet in het woordenboek staan. Dus in de eerste zin komt het woord wandelstok gelukkig voor. Ja. En zij zei, nou in het Nederlands vind ik dat prachtig. Echt heel mooi. Wandelstok als één woord. Het personage dat wordt geïnteresseerd, een oud iemand die is wandelstok. Jong oud en die heeft een wandelstok en wandelstok gelukkig. En zij zei, in het Nederlands vind ik dat prachtig. Maar in het Pools wil ik dat toch liever veilig vertalen. Ze zei veilig vertalen. Dus toen vroeg ze of ze het mocht vertalen als de trotse eigenaar van een wandelstok. En het grappige is, ze durfde het niet in haar eigen taal zo te vertalen. En het grappige is, dat vond ik dus heel herkenbaar. Want ik had wandelstok gelukkig in het Nederlands ook nooit durven verzinnen. Dat was mij gaan tegenstaan. Maar in Amerika, boek in Amerika geschreven bij een masteropleiding in New York. En toen dacht ik, Kane Happy, dat schreef ik zo op. Daar vond ik helemaal niks mis mee. En pas toen ik het ging terugvertalen, dacht ik, weet je wel. Dat is nog wel een ding. Ja, maar het gekke is dat ik in dus het staat helemaal uit wat jij zegt. Ja. Ik ben wel benieuwd wat mooi in het Farsi is. Ziba.
Nou, kijk. Prachtig. Ja. Maar goed, dus wandelstok gelukkig durfde ik in het Nederlands niet, echt niet te verzinnen. Nee, wonderlijk. In de andere taal dus wel, inderdaad. Je noemt je vertaler al even. Ik denk dat dat een goed moment is om even te gaan kijken naar, de vertaler die aan jou is gekoppeld. Ja, jij schrijft ook net als Anne iedere dag jouw ervaringen over het festival op. Je noemt het al even, Scheveningen onder andere. Ja. En ook dat wordt vertaald, niet naar het Italiaans, zoals Francesco deed bij Anne, maar naar het Pools. En wel door Olga Nitsiolek. Zij leest een fragment voor van een blog van Sebastian. We gaan naar haar luisteren. Hallo, ik ben Olga Nitsiolek en voor de Chronicles vertaal ik blogs van Sebastian Chabot naar het Pools. Dit is de eerste blog. Znowu nic. Na bulwarze w Scheveningen stoi drewniana chatka, w której głosi się Słowo Boże. Można kupić tam Biblię oraz streszczenia Biblii. Jeśli niebo jest pogodne, mężczyzna w różowej ocieplanej kamizelce otwiera drzwi dużym zardzewiałym kluczem o godzinie 8 rano. Jeśli jest brzydko, zjawia się między 10 a 11. Zawsze, niezależnie od pory roku, ma na sobie swoją różową kamizelkę. Dzisiaj otworzył o 10:30. W okienku świeci się słowo otwarte. Za Bożą chatką rozpościera się plaża, dalej morze. Nad wodą wisi burza, której niespieszno ruszyć nad ląd. Na plaży trwa rozmontowywanie barów plażowych, składanie leżaków i wsadzanie ich do wielkich kontenerów. El Niño ma za sobą słaby sezon. De Hoofdslag także widział już lepsze czasy. Jasnowłosy chłopak z rozłożonym parasolem bezskutecznie usiłuje zgasić rozpalone ogrzewacze przed klubem Zanzibar. Jakiś mężczyzna myje w deszczu płytki tarasu należącego do hotelu Kurhaus. Wylewa na nie wiadra wrzątku, by następnie ściągnąć ogrom wody z tarasu i schodów na promenadę. Jego woda znika w studzience tuż przed drewnianą Bożą chatką. Obok Słowa Bożego stoi karuzela. Już ją zapakowano. Znowu ruszy dopiero po przyjściu wiosny. Obok zapakowanej karuzeli znajduje się kram z rybami, gdzie można kupić smażonego dorsza w panierce oraz śledzia. Jos, właściciel kramu, sam wrzuca je do tłuszczu. Dwie kobiety, których przyjaźń trwa już od pół wieku, czekają obok mnie na swoje porcje dorsza. Założyły przezroczyste peleryny na płaszcze, a ściągnięte kaptury ciasno przylegają im do głów. Jakiś mężczyzna zatrzymuje się przy kramie, ale nie zsiada z roweru. I co tam, Jos? Hej, Ari! No, tak sobie. Tak? W niedzielę nie robiłem zupełnie nic. Poniedziałek późno wstałem. Gwałtowny kaszel targa Josem, który upuszcza w olej koszyk z dorszem. Taki kaszel przychodzi od morza, nie z lądu. Oj, oj, oj. A już wtorek. Tak, tak. I co jeszcze? No, spokój. Na szczęście lato się skończyło. O tej porze roku zwykle jest tak cicho. To dla mnie nie byle co. Kawałek dalej słyszymy, jak mężczyzna w różowej kamizelce woła pod wiatr i deszcz, że istnieje także inna droga. Kobiety wyglądają zatroskane spod daszku kramu rybnego. Patrzą w górę, na ciemne chmury i nieustający deszcz. Dziś już chyba nic z tego. Nie, znowu nic. Olga Nitsiolek. Sebastian, hoe is het om een zelfgeschreven tekst in het Nederlands over Scheveningen, nota bene, vertaald te zien worden naar het Pools? Hoe is dat? Nou, ik vind het in het Pools nog veel beter. Ja. Die taal past Scheveningen ook wel. Het woord Scheveningen zelf heeft wel iets gorgelends, wat de zee ook heeft, iets gorgelends wat de Poolse taal ook heeft. Ik hoop ook niemand beledigd, maar zo kwam het. Het kwam over als een Scheveningse dag. Als het goed past. Klonk als een Scheveningse dag, ja. We zien hier Olga in beeld. Zij is deze hele week aan je gekoppeld. En jullie zijn allemaal gekoppeld aan een vertaler. Ja. Hoe is dat om zo nauw samen te werken met iemand die je tekst volledig fileert en hem helemaal doorsnijdt en alle facetten van je taal bekijkt? Shole, hoe is het voor jou om te werken met iemand die zo nauwkeurig leest? Ja, voor mij is... Ik kan me voorstellen dat als ik in mijn moedertaal had geschreven, die moest vertaald worden naar andere taal, zou nog verrassender zijn dan... Ik heb
ik heb het Nederlands ook geleerd. Dus ook met een beetje nieuwsgierigheid. Dat, ja, waar komt die woord vandaan? Of waarom gebruik je zo en niet zo? Dus dat is een beetje minder verrassend. Maar nog steeds, soms vraagt ze bijvoorbeeld, ja, een van de woorden die we de hele tijd moeten nog een keer uitleggen, is lach. En zij vraagt, oké, is het met geluid of zonder geluid? Dus is het, en dan ik denk, oh ja. En dan zeg ik, oké, nee, hier is zonder geluid, dus hier is het met beetje geluid en hier is geen geluid. Dus het is grappig dat in het Nederlands, ja, lach is lach. Maar dan, ja, of je kan zeggen ook glimlach, maar dan is het weer anders dan lach. Ja. Dus ja, het wordt gewoon heel, wordt ook heel als een spelletje. Het is alsof, ja, ik denk, oh ja, zo heb ik nog nooit gekeken. En, oh, zo kan ik ook. Ja. Dus ja, het is best vrolijk. Is dat een rol die jullie, ik kan me voorstellen dat je als schrijver, de relatieschrijver, lezer, is iets wat je, waar je als schrijver, stel ik me voor, af en toe wel eens mee bezig bent. Hebben jullie wel eens eerder gehad dat je nadenkt over welke rol heeft een vertaler hier ook nog in? Dus ik zit nu een heel verhaal op te steken over crossing borders, zo belangrijk om verhalen naar een andere taal te brengen. Is voor jou jouw werk heel erg aan het Nederlands gebonden? Nee, denk ik niet per se. Ik geef ook niet. Ik vind ook dat je vertaler, die ook bijvoorbeeld Francesco, geef ik gewoon alle vrijheid om te vertalen zoals hij denkt. Dat moet, zeg maar. We hebben ook discussies gehad over dat bepaalde, zeg maar, cynisme of sarcasme. Zeg maar, ik schrijf met heel, eigenlijk met zo min mogelijk woorden schrijf ik. Dus ik schrijf weinig bijvoeglijke naamwoorden, weinig opsmuk. Maar ik schrijf wel dingen tussen de regels door. Maar Francesco zegt, maar als ik het met zo weinig woorden opschrijf, dan dus gaat dat allemaal verloren. Dus dan heeft hij wel meer woorden ervoor nodig. En dan vind ik ook, ja, dan geef ik die vrijheid, moet ik hem ook geven. Want ik heb liever dat, zeg maar, de ziel van de tekst overkomt dan precies alles één op één. Ja. Ja, dat snap ik, ja. Het moet zich echt vertalen naar een andere taal, dus naar een andere cultuur. Ja, dus meer eigenlijk is het bijna belangrijker wat je tussen de regels door kan lezen dan wat er daadwerkelijk staat. Ja. Ja, ervaren jullie hetzelfde? Ja, ik denk het is ook eigenlijk een soort van herschrijven. Het is niet alleen maar vertalen woord voor woord. Maar echt gewoon herschrijven in andere taal. Die ook mooi klinkt. Ook je kan dus wat, die dubbelzinnige dingen kan je ook weer hebben in andere taal. Of ze moeten eigenlijk met jouw hoofd iets in andere taal schrijven. En dat is, ja, dat is best ingewikkeld. Schrijven met iemand anders zijn hoofd. Ja. Ja, moeilijke opgave. Ja. Gelukkig schrijf jij met je eigen hoofd. Ik zou je willen vragen om een stukje van uit je eigen werk voor te lezen. Zou je dat voor ons willen doen? Ja, zeker. Ik ga gewoon het begin van het boek voorlezen. Het begin van De hemel is altijd paars. Ja. Jole Rezazade. Het kostte enige tijd voordat het stampende geluid van de treinwielen op het spoor de plaats innam van dat van de drukke straten die altijd vol auto's zijn. Maar net besefte ik me dat dat geluid langzaam aan stiltjes in mijn gedachten en mijn herinneringen is gekropen. Net als alle andere dingen die hier, voordat ik me het realiseerde, tussen mijn hersencellen zijn gekropen. Mag ik hier zitten? Ik kijk in de blauwe ogen van de vrouw die naast mij naar de stoel kijkt. De stugge volharding in de eindeloze vragen die de mensen hier stellen is niet langer irritant. Ik glimlach, zoals de mensen hier, en plak mezelf tegen het raam van de trein om voor haar plaats te maken. De weiden en de groene velden die langs glijden herinneren me eraan dat ik reis. Van de ene stad naar de andere, van de ene mens naar de andere. Iets ovaals nestelt zich achter mijn borstbeen als een onzichtbare bal die met me meereist waar ik ook ga. Naar een feest, naar bed, in een trein, bibliotheek, winkel of
waar dan ook. Elke keer dat ik me aankleed en in de spiegel kijk, ben ik bang dat men die slecht gevormde bal ook kan zien. Een bal die het moeilijk maakt om de wereld en de mensen daarin te omarmen. Een paar minuten later ben ik bij mijn winkel. Het is een winkel vol gebruikte kleding, gebarsten borden en lepels die in felle monden verzonken zijn geweest. Elke keer dat ik mijn winkel binnenstap, word ik overvallen door kleurrijke geesten die zich hebben gevestigd in de tweedehands voorwerpen. Ik vind het leuk als mensen hun dingen waar ze ooit van hielden in mijn winkel laten staan en zelf vertrekken, vrijer en lichter. En dan verkoop ik deze verdroogde liefde aan hen die net als ik van tweedehands dingen houden. Van achter de kassa heb ik zicht op de jodasbomen die op 50 meter staan te zwaaien. Al zoekend naar zonlicht zijn de stammen gebogen. Ieder uur van de dag tonen ze een ander soort schoonheid. De paarse gloed op de bladeren en stammen in de ochtend of het oranje licht in de avond. Ik zet de waterkoker aan en pak het blauwe kopje dat ik ooit in de overdekte bazaar van Tabriz heb gekocht. Altijd als ik naar dit kopje kijk, kriebelt de geur van de bazaar in mijn neus. Een mengsel van kurkuma, kaneelkruiden, handgeknoopte tapijten die ruiken naar vers geschoren wol. Ik ben weer het roodharige 7 jaar oude meisje dat door haar moeder wordt meegetrokken. Moeder kijkt vooruit en neemt grote stappen. Het meisje zuigt alle geuren op en kijkt naar de kleuren van de gedroogde wilde bloemen. Kijk naar alle winkels in de overdekte bazaar, naar de verkopers, mannen van middelbare leeftijd met gekleurde jasjes, dikke buiken en een frons op hun gezicht. Het meisje wil daar eindeloos blijven kijken en ruiken, maar moeder houdt niet van de blikken van de mannen op de overdekte bazaar. Meisje hoort het geklapper van de duiven die per ongeluk de overdekte bazaar zijn binnengevlogen en de weg kwijt zijn. Ik word weer het meisje dat met vader naar de fijne tapijtpatronen kijkt op de tapijtmarkt, de tapijten die op elkaar liggen en door de verkoper worden omgeslagen als de pagina's van een groot kleurboek. Zonlicht schijnt tussen de gaten van het gebogen plafond, zonder te luisteren naar vaders uitleg over het onderscheid tussen handgeknoopte en machinaal verwaardigde tapijten, staart ze naar de kralen van zijn ambergekleurde bietketting en denkt ze aan het lekkere eten dat ze straks samen met hem zal eten in een café in een verlaten hoek van de bazaar. Ze denkt aan de rode ogen van vader als hij in rauwe ui bijt. Aan het brandende gevoel in haar keel en na het drinken van een koude, sprakkelende ayran en aan zijn glimlach. Dankjewel. Ja, dames en heren, ik weet niet hoe het met u zit, maar mijn gevoel is, er is zo ontzettend veel moois en er is maar heel erg weinig tijd. U kunt binnenkort naar de winkel Voor de Hemel is Altijd Paars, waar dit fragment uitkwam. En als u nu denkt, ik wil eigenlijk meer van deze mensen lezen, want daarom zijn we hier. Ik hoop dat u meer van deze mensen wil lezen. Dan kunt u naar thechronicles.eu. Typ dat niet nu in, niet nu in hetzelfde scherm, want dan verlaat u deze livestream. Dat typt u straks in, zodat u als u in bed ligt op uw telefoon de verhalen kunt lezen van deze auteurs en die van meer mensen die van vorig jaar misschien nog zelfs. Als je denkt van ik wil eigenlijk wel terug naar pre-corona crossing border, dan klikt u gewoon op 2019 of 2017, kan mij het schelen. Maar misschien bent u net zoals ik en is uw pols een beetje roestig en is uw Farsi niet heel erg fantastisch. Gelukkig zijn er dan ook nog boeken die in het Nederlands verschijnen, waaronder De Slaap Die Geen Uur Kent. Sebastian, aan jou deze eer om een stuk uit je roman voor te lezen.
Het is een roman, je zei het zelf al, hij is geschreven in New York. Je hebt daar creative writing gestudeerd. Ja. Onder andere bij Jonathan Safran Foer. Bij hem ben ik afgestudeerd. Inderdaad. Afgestudeerd. Ja, heeft het boek Ingrijp het veranderd. Heeft dat het boek Ingrijp het veranderd? Ja? Ja, gigantisch. Ja, ik weet niet of ik dat kan vertellen, maar ik... Dat kan zeker. Oké, ja, ik weet niet wat je vraagt. Uit. Vertel nog gauw even. Nou, ik kwam daar eigenlijk... Ik had sowieso mezelf nooit durven inschrijven voor een opleiding in New York. Maar ik werd verliefd. Ik ben nog steeds verliefd op Joosje. En we werkten allebei op Scheveningen in een strandtent. En dan vraag je elkaar altijd wat je aan het einde van de zomer gaat doen. En zij zei, dan ga ik in New York studeren. Nou, 3 jaar een lange afstandsrelatie gehad. En na 3 en liefdesbrieven geschreven. Na 3 jaar dacht ik moet ook daar naartoe. Naar dezelfde universiteit. Dus, nou, en die bleken een prachtige master voor beginnende schrijvers te hebben. Daar aangemeld. Nou, ik zal je heel veel besparen, maar met heel veel mazzel daar toch op een of andere manier terechtgekomen. Ja. En daar kwam ik meteen bij Jonathan Safran Foer terecht. Die heeft mij ook aangenomen daar. Ja. En ik had alleen nog maar de eerste verhaallijn. Dus over een man die jong oud is en nadenkt over de levens die hij heeft laten liggen. Dus de dingen die hij niet gedaan heeft. En dat las hij zo een beetje. En toen zei hij van, jouw boek moet vooral niet te veel op zijn eigen beschrijving gaan lijken. En toen dacht ik, nou, dat vind ik magisch genoeg om het als waarheid aan te nemen. Zeg maar. Ja. Maar wat hij daarmee bedoelde, was wat hij zei iets later van... je moet niet over schuld schrijven, maar over het schoolplein. Dus hij liet mij eigenlijk schrijven naast die eerste verhaallijn over het schoolplein. Nou, er kwamen 2 korte verhalen uit. Eentje over... vroeger op de basisschool ging je altijd 2 aan 2 hand in hand in de rij naar de bibliotheek toe. Toch? Ja. En er is één moment dat je ineens de hand van je beste vriend niet meer wil vasthouden. Nou, dat is één zo'n verhaal. En hij zei, die verhalen, dat moet een tweede verhaallijn worden. En dan mag je die 2 verhaallijnen van mij niet naar elkaar toeschrijven. Want je zult zien dat ze vanzelf naar elkaar toe bewegen, maar niet naar elkaar toe schrijven. En dan ontstaat er wat hij noemt een instinctieve waarheid in plaats van een gedicteerde waarheid. Dat was, les 1 was dat. Dat nemen we aan. Van 2 jaar. Ja. Ja. Dus nou ja, maar ik ga het toch voorlezen uit de eerste verhaallijn. De eerste verhaallijn. Ja, bij het begin beginnen. Begin van het boek, we vallen er meteen in. Ja, en het gaat dus over het is een familieroman, over 4 generaties. En dit is het begin, de oudste generatie. Ja. Sebastian Chabot uit de roman De Slaap die geen uren kent. Koert Victor Karl Koesveld, 51 jaar oud en wandelstok gelukkig, wilde simpelweg de envelop van zijn leven dichtlikken. Strikt genomen was zijn leven niet op. Hij woonde in Rijksburg aan der Moezel. Een gehucht aan de Moezel dat een hooggelegen, onbewoonde burcht omzoomde. Hij had genoegen genomen met een teruggetrokken bestaan in zijn hoedanigheid van straatlichtbewaarder. En hij was goed in het naleven van een vast patroon. Hij tikte nog altijd tegen de rand van zijn hoed naar voorbijgangers die hij nog kende van toen. Meneer Koesveld had overigens nooit een hoed gedragen en droeg er ook nu geen. 'S Nachts, wanneer hij vanaf zijn zilverkleurige ladder naar de steile burcht opkeek, verwonderde het meneer Koesveld wat mensenhanden konden maken en duizelde hij van het idee waar te beginnen. Wanneer hij zijn ronde maakte door de avondstraten en heuvelopwaarts naar de burcht toewerkte, glimlachte hij naar de familielevens rondom een eettafel waarboven een olielamp heen en weer wiegde. Soms passeerde hij het huis van de oude man die alleen was nu, en een boek las bij het spaarzame licht van een enkele kaars. De eenzame man deed hem denken aan zijn vader en sinds kort aan zichzelf als zijn vader, alhoewel meneer Koesveld zonder zoon was gebleven. Meneer Koesveld was kalm en moe en zonder vervolgvragen en hij slaagde er maar niet in zich zijn leven anders te herinneren dan op zichzelf staande bedrijven die maar niet tot een redelijke apotheose wilden komen. Hij verlangde niet naar een groot en mislepend einde, gewoon een einde dat hij kon zien aankomen. Een einde waarvan hij kon zeggen, daar is het en het is al onderweg. Hij had zich geregeld afgevraagd waarom hij niet gewoon een punt achter zijn leven zette. Het touw uit de knoop halen om er een ruime, zorgvuldige lusknoop in te leggen. Of zijn oude scheermes ter hand nemen, dat scherper leek te worden na elke zondagse scheerbeurt. Maar dan dacht hij aan het geweld dat hij zichzelf zou aandoen en de onvermijdelijkheid van wat erna zou komen. Meneer Koesveld geloofde niet in hiernamaals, in welke hoedanigheid dan ook, maar het idee een boot te missen beangstigde hem wel degelijk. Misschien moest je wel wanhopig en grootmoedig zijn om jezelf iets aan te doen, om echt de hand aan jezelf te slaan. En meneer Koesveld was geen wanhopig man. Hij was eerder het type man dat zijn dagen toestond te vertragen door regen of door de voorspelling van regen.
En als er nu iets was gebleken in al die voorbije jaren, dan was het wel dat grootmoedigheid ruimte bood aan precies de verkeerde roepingen. Meneer Kroesveld had een kleine, maar doorslaggevende rol gespeeld in de lokale Duitse oorlogvoering. Elke mier voorziet zijn eigen bescheiden belang, maar tilt desondanks 10 maal zijn eigen gewicht richting het hogere doel. Feit was dat hij nog altijd geen punt achter zijn leven had gezet en dus moest er iets aan de hand zijn. En diep van binnen wist hij heus wel wat dat was. Het idee dat hij haar wellicht toch nog eens zou zien. 1 laatste keer. Livna Eleonor Winter. Mevrouw Winter eerst. Toen Livna. Eleonor zelfs. Eleo of Noor. Maar uiteindelijk mevrouw Winter en mevrouw Winter in al die jaren daarna. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit eerste blok. We hebben 3 van de 5 Chronicles-auteurs aan u voorgesteld. We gaan alleen nog luisteren naar de ervaring van Sjole. Zij is de afgelopen dagen over het festivalterrein gelopen. Het virtuele festivalterrein in dit geval. Ze heeft programma's gezien, ze heeft haar oren te luisteren gelegd. Ze heeft daar een tekst over geschreven. En die is vertaald door Sophie Atkins naar het Engels. Sophie gaat die voor ons voorlezen. Ze heeft die op magistrale wijze vertaald. Het is Nederlands ondertiteld. We gaan naar haar luisteren. Sophie. Hi, my name is Sophie Atkins and I'm translating Sjole Mezazadeh for the Chronicles from Dutch into English. It's raining. The tree outside my house is slowly undressing and getting ready for a long sleep. What will it dream about? Perhaps the tree outside my house that reawakens time and again dreams of spring. A few autumns ago, when I'd only just moved to the Netherlands, wind said to me, "Crossing border is your kind of thing. It's got music and literature and interesting artists. You should be there." I laughed, forgot about it, cycled through the wind and rain, and learnt Dutch. Every time it got too cold and too dark outside, I slowly undressed and closed my eyes, ready to dream. We can experience the childhood, youth, old age, and death of our pets. Seeing these stages of life flowing one into the other, without the power to stop time, and without being able to control death, is a strange feeling that surfaces when you have a pet. It's appealing and scary in equal measure. The appeal of a pet's love, the simple relationship, and the disproportionate affection. But the inability to immortalize our pets. I've always been jealous of people who don't take their pets so seriously as to be afraid to lose them, or even to enter into a relationship despite the oncoming tragedy. That's why, instead of having a pet, I decided to place a jug of river water in my house. A jug full of droplets that know what it means to flow and pass. They have crossed mountains, spoken to fish, moss, rocks. They've embraced the moon, the stars, slid across sweaty children's bodies on a summer's afternoon, and seen the fisherman's loneliness. I want to keep a few drops of a river in my house for a little while, to show them my life, so they can tell me about the mountains and the power of dreams. But when they've had enough, I will let them go again to carry on their flow. When I tell this to Wind, he asks if I really want to have the words river and pet in the same sentence. Which river, he asks. Aras, the river that forms the border between Iran and Azerbaijan. He nods as if to say, what a good choice. But instead he says, why not the Amstel? I know that he knows the answer to the question, but he likes to ask questions that he knows the answer to, purely to prove to himself what an excellent judge of character he is. He still doesn't know that this doesn't work on me. I don't answer. I raise my eyebrows, smile, and look at the patient Amstel that's in front of us. When you look at the river from a distance, the river that flows through the snowy mountains, that breaks the silence of forests, that softens the hardest of rocks, and that falls into the arms of the sea, a sea that probably doesn't even realise that water is being added to it, then you see just how much courage there is in every drop. If you told the snow on the mountain tops what a difficult path lay ahead of it, it would probably never want to melt and start its journey. Is that why you brought these droplets home?
to weave these kinds of philosophical stories for them, he laughs. He knows his jokes don't upset me, knows I don't take his words seriously, but value his listening ear. I head for the train station without telling him I'm going to Crossing Bordeaux. In the train, I see sunflowers smiling, crows carefully observing the world, horses thinking of their foals while they scroll on their screens, and dogs that urgently need letting out. I see clouds that aren't afraid to cry. As I think of my pet river, I brush my damp roots off me and clear away the falling leaves. I'm awake. It's no longer dark or cold. Ja, u hebt geluisterd naar een tekst van Sholeh Rezazadeh en die werd vertaald en voorgelezen door Sophie Atkins. Als u net inschakelt omdat u nog aardappels zat te eten, welkom bij The Chronicles Live. Het meest crossing border op zijn best. Welkom, goed dat u kijkt. We stellen in dit programma 5 auteurs aan u voor die we hebben gevraagd om als figuranten over ons festival te schuifelen en om te schrijven wat hen is opgevallen. En die teksten worden vertaald door 5 auteurs die een godsonmogelijke taak hebben gekregen, want de festivaldag donderdag moet meteen op die dag ook niet alleen geschreven zijn door de auteurs, maar ook meteen vertaald worden. Daar hebben de vertalers 4 uur voor. En ik heb 2 van die vertalers hier bij me zitten. Dat zijn Fleur Jeras en Madelon Jans. Fleur en Madelon, hallo, goed dat jullie er zijn. Welkom. Hey. Voelt het voor jullie als de marathon die het in mijn hoofd is? Voor mijn gevoel moeten jullie maandag echt een week lang slapen. Hoe is het met jullie? Nou, het gaat wel goed, maar het is wel een beetje wat je zegt inderdaad. Een marathon in die zin, je voelt de tijdsdruk wel, okay. Moet ik zeggen. Want schets even een beeld. Hoe gaat het voor jullie? Hoe ziet de week eruit? Jullie zitten opgesloten in een hotelkamer en jullie krijgen een tekst aangeleverd. En dan is het gewoon gaan, gaan, gaan. Ik ben niet echt de hele week in het hotel geweest. Ik ben vandaag eigenlijk pas ingecheckt in Den Haag. Okay. Ik dacht dat het misschien een enigszins eenzame ervaring zou worden als ik hier de hele week was. Maar ja, je krijgt 's ochtends dus een tekst aangeleverd. En bij mijn auteur, het is een slimme man. Ik zat er naar te kijken naar die eerste 2 blogs en toen dacht ik, ben ik intelligent genoeg om dit te vertellen überhaupt? Uiteindelijk rol je er wel een beetje in en maak je er wat van. Ik weet niet of het voor andere mensen begrijpelijk is, maar ja, het kost wel energie, maar het is ook echt leuk om te doen. Want normaal gesproken, jullie hebben allebei ervaring als vertaler. Normaal gesproken ziet de werkpraktijk er gelukkig, want dat houdt niemand vol, gelukkig heel anders uit. Schets me even een vertaalproject van de afgelopen periode van je zegt, nou dat zo ga ik normaal gesproken te werk. Dit is een beetje hoe ik normaal gesproken een tekst die ik binnenkrijg, hoe ik die vertaal. Er is eigenlijk nog niet heel veel normaal gesproken in die zin. Ik heb nu net een jaar geleden ongeveer de master literair vertalen afgerond. En ik ben nu wel bezig aan een eerste vertaalopdracht. Nu al wel een tijdje. Mm-hmm. Maar dat is dus wel de eerste opdracht. Dus ik ben ook eigenlijk nog een beetje dat normaal wat aan het vinden. Precies. Yeah. Wat voor mij goed werkt. Dus maar goed, dan is het alsnog natuurlijk wel heel anders. Ik merk daarbij ook al wel, want die deadline die ligt echt pas maanden verder. Maar toch voel je hem al wel in die zin, omdat je wel elke keer denkt van ja, het moet dan wel gewoon af zijn natuurlijk. Dus yeah. Wat ik dan eigenlijk voor mezelf doe, is dat ik elke keer een soort mini-deadlines stel, die je dan nou ja, alsnog dus wel moet halen. Dus dan heb je wel ook een beetje het gevoel van die deadline, maar het is natuurlijk wel heel anders dan nu, want dit is nu gewoon echt een strakke deadline en gewoon een paar uur en dan moet je het inleveren. Dan is het klaar, ja. Is, je krijgt die teksten onder ogen. Zijn er momenten of zinnetjes waarbij de angst je om het hart slaat, waarbij je denkt, dit moet binnen 4 uur vertaald zijn, holy shit. Nou, bij mij is het eigenlijk vaak, ik lees gewoon eerst een keer de hele blog door en soms, ik vind het ook wel prettig om het dan gewoon hardop voor te lezen voor mezelf, als het ware. Omdat dan komt het weer op een andere manier binnen. En nou ja, daarna sla ik dan gewoon aan het vertalen. Het is eigenlijk vaak, merk ik in ieder geval, als je er echt mee bezig gaat en echt zo dicht op die tekst zit, dat je dan pas echt erachter komt waar de moeilijkheden zitten. Want soms zitten die helemaal niet op de plekken waar je het eerst misschien had verwacht. Die overvallen je dan een beetje. Ja, dat je denkt van, het lijkt eigenlijk helemaal niet moeilijk, maar als je er dan zo mee bezig gaat, denk je, oh, het is eigenlijk
toch best lastig om dit dan goed in het Nederlands weer te geven. Ja, en daar, Fleur, ik kom bij jou, want dat speelt ook nog... Wat Anne vertelde net iets over tussen de regels betekenis verstoppen. Zij houdt haar zinnen expres heel erg klein en kort en bondig, maar er zit heel veel in de subtekst. Hoe belangrijk is die subtekst voor jou en hoe pak je subtekst aan als vertaler? Het is denk ik heel belangrijk. In ieder geval bij literair vertalen is dat heel belangrijk. Want het is juist de bedoeling wanneer je een literaire tekst vertaalt dat je de betekenislagen daarin vindt. En niet alleen maar handleidingstaal van de stofzuiger werkt zo en dit zul je hem aanzet. En dat is allemaal redelijk eenduidig en dat hoort ook eenduidig te zijn. Maar in zo'n proza tekst dan zit er ook heel veel in verstopt en je weet niet zeker of je dat juist interpreteert. En ja, misschien is er ook niet één juiste interpretatie daarvan. Maar het is ja, juist denk ik belangrijk om de grapjes eruit te halen en de verwijzingen proberen te herkennen als dat je lukt. Deze blog staat echt vol verwijzingen naar allerlei boeken en teksten. Maar... Deze blog was een ingewikkeld huzarenstukje om te vertalen. Ja, het was voor mensen die veel gelezen hebben, inderdaad. Voor mensen die veel gelezen hebben. Nou, publiek, dat is het. Want we hebben een fragment van de auteur, Munir Hashemi. Hij kon er niet bij zijn, want hij komt uit Spanje. Hij schrijft in het Spaans. Hij mocht de grens niet over van Mark Rutte. En van ons trouwens ook niet, want dat is veel te besmettelijk. Hij leest een blog voor die hij heeft geschreven. Zijn indrukken over crossingborden en dat is vertaald door Fleur Ras. We gaan even naar hem luisteren. Hemos se llama la trapage y es una subcategoría de lo que nosotros llamamos le poulet. Consiste en entrar en una de las naves de Uralita y agarrar gallinas y meterlas en una especie de jaula con ruedas. El tipo al que seguimos, que resulta ser el dueño de la granja, comprueba nuestra virilidad o expone la suya diciendo que se alegra de que no hayamos traído guantes porque así los pollos nos van a curtir las manos a picotazos. Nos muestra las suyas, que están encallecidas hasta el antebrazo. Dice que él siempre ayuda a los saisonniers, pero que ese día no ha traído ropa adecuada. Le digo que le dejo la mía, pero el chiste no le hace gracia o nadie lo entiende. El trabajo es como el hombre nos lo ha descrito, pero agregándole un sinfín de detalles oscuros. Cuando abre la nave, lo primero que pienso es que nosotros estamos incluidos en el pobres animales que pensé antes al ver la granja. Las noches aquí no son frescas, pero la Uralita y la presencia de los pollos acentúan el calor y hacen que dentro de las naves esté a unos 40 grados o más. Digo pollos porque traduzco literalmente poulet, pero en realidad se trata de unas gallinas gordísimas, seguramente fruto de algún experimento genético. La mierda de gallina nos llega por los tobillos y desprende un olor insoportable. Antes de que el tipo encienda los focos apenas se oyen unos leves cloqueos espaciados, pero en cuanto da las luces frías los pollos enloquecen. En ese momento nos damos cuenta de que apenas se puede caminar por la nave de la cantidad de pollos que hay. Manuel se transforma de inmediato. Grita que hay que darse prisa, que los pollos están huyendo hacia las esquinas y aplastándose o asfixiándose los unos a los otros. El dueño de la granja sufre una metamorfosis análoga. Tira de mí y me obliga a ayudarlo a meter una jaula con ruedas en la nave. Me cuesta porque llevo unas zapatillas anchas de skater, unas New York que se quedan todo el rato atascadas en la mierda. Movemos el carro y oímos cómo crujen algunos huesos. Manuel es hiperkinético y eso hace que falle a veces. Fabrice es lento y eficiente, se mueve como si estuviera en otra parte y su técnica es infalible. Agarra los pollos por las patas, tres con la mano derecha y dos con la izquierda. Cuando cuelgan boca abajo, los pollos dejan de resistirse. Fabrice los va metiendo en la jaula de cinco en cinco. Alex y G están tan desorientados como los pollos y Ernesto se mira al antebrazo que le sangra por varios lugares. El dueño me da un empujón y me grita que trabaje. A pesar de que hay millones de microplumillas en el aire que no me permiten respirar bien, me agacho y trato de imitar a Fabrice. Agarro dos pollos con la mano izquierda y dos con la derecha. Tres me resulta imposible. Me llevo algunos picotazos, pero en ese momento es lo que menos me importa. Lo único importante es que el infierno termine cuanto antes y poder, como Fabrice, estar en otra parte. Tardamos una hora y media en atrapar 600 pollos. Nosotros cuatro, los que no llevábamos gafas protectoras, estamos llorando. Parece que hemos sido muy lentos, porque el dueño nos dice que hoy no vamos a trabajar más, que ya llamará a un grupo que haga el trabajo más rápido y que, por ende, cobre menos. Dice que tenía preparadas otras dos naves para nosotros, pero que no se puede trabajar con gente tan torpe y, además, mal equipada. Fabril nos dice que no nos preocupemos, que la culpa ha sido de Lodi por no avisarnos, pero Manuel no se esfuerza por disimular el cabreo que tiene. Le hemos hecho perder dinero y eso es lo único que le importa. Hacemos todo el viaje de vuelta callados. Fabrice y Manuel se cambian y dejan la ropa en unas bolsas herméticas que llevan en el maletero. Nosotros cuatro no hemos traído bolsas ni muda, claro,
así que nos metemos sucios en el coche y el olor se vuelve insoportable. Fabrice abre las ventanillas. Le pido perdón porque estamos poniendo el coche perdido, pero me dice que no me preocupe, que lo lava a diario, que este trabajo es así. Otra vez me fijo en que va mucho más rápido de lo que debería, pero de nuevo no me atrevo a decirle nada. Además, el aire fresco en la cara es una bendición. Llegamos a Air a las 5:30 de la mañana. Fabrice nos deja en la este y tenemos que bajar andando al camping. Llegamos sobre las 6 y los belgas ya están despiertos. Se preparan para una excursión familiar o algo así. Nos ven aproximarnos con los ojos muy abiertos y cuando ya estamos a unos 15 metros se tapan la nariz. Alejandro dice que acabamos de perder cualquier posibilidad con la chavala, pero llevamos mucho tiempo sin hablar y la voz le sale algo ronca. Nadie se ríe. Los cuatro estamos pensando lo mismo, que ya ha salido el sol y no vamos a poder dormir por el calor. No sé de qué material es la caravana, pero cuando le da el sol se convierte en un horno y fuera hay demasiados mosquitos. Tomamos un café bien cargado y decidimos ir al río y bañarnos con la ropa puesta para limpiarla. Salimos y nos desnudamos para abordar la tarea más complicada, lavar las botas. Tenemos que frotar durante un buen rato hasta que sale la mierda. Algunas personas nos miran desde el puentecillo, cuatro chavales en calzoncillos arrodillados en la orilla de la Dur, frotándose en dos pares de botas. Cuando volvemos al camping en zapatillas y calzoncillos y con la ropa mojada en la mano, el dueño nos está esperando. Nos echa la bronca con su insoportable tono amable, pero esta vez se nota que se está conteniendo para no gritar. Le respondemos con monosílabos. Ni Ernesto ni yo tenemos fuerzas para hablar francés en ese momento. Creo que le prometemos que por la tarde la parcela estará limpia. Se larga y Ernesto dice que tenemos que recoger un poco, a lo que Alex se opone alegando que le pueden dar mucho por culo al payaso de mierda ese. Discuten. Ernesto defiende que el honor de Paul depende de lo que hagamos, pero Alex no es muy amigo del concepto de honor y afirma que eso es una gilipollez. G saca el tabaco de liar y yo me fumo el segundo cigarro de mi vida. Ernesto y Alex elevan el tono hasta los gritos y despiertan a una francesa vieja que los manda a callar. Nos olvidamos a cada rato de que en las tiendas que nos rodean duerme gente. Ja, u hoorde Munhir Hachemi uit zijn boek Levende Dingen, vertaald door Nadia Ramer, van haar was de ondertiteling. Dat boek is te koop bij de Wereldbibliotheek. In ieder normaal ander jaar hadden we hem hier in de studio zitten, maar helaas dit jaar niet, omdat hij de grens niet over mocht. Fleur Eras, je hebt haar zijn werk vertaald, For Crossing Border. Hij schrijft iedere dag over zijn indruk en dan ga jij dat heel erg snel vertalen. Als vertaler sta je altijd tussen de auteur en de lezer in. Ik kan geen Spaans, ik kan geen Pools, ik kan geen Duits. En dan is het de vertaler op wie ik maar moet vertrouwen. En ik moet het ook maar vertrouwen dat de vertaler het werk op de juiste manier vertaald heeft. En dat ik de auteur aan het woord hoor. Is dat iets waar je als vertaler zelf bewust van bent? Van ik zit ergens tussen en ik wil het zo goed mogelijk doen. Kun je iets daarover vertellen? Ja, het is wel lastig. Het is wel een beetje een spagaat in die zin. Omdat je hebt natuurlijk die Spaanse tekst met veel Spaanse verwijzingen, typisch Spaanse dingetjes en constructies. En ook gewoon wat hij probeert te zeggen. Hij heeft bijvoorbeeld deze blogs niet echt met een Nederlands publiek in zijn achterhoofd geschreven. Of aanvankelijk niet in ieder geval. Dat bleek al uit de tekst. Maar ik wil natuurlijk wel dat een Nederlandstalig publiek begrijpt wat er staat. En snapt wat er wordt gezegd zonder dat ze, net als ik, heel veel moeten googlen. Zeg maar. Dat wil je mensen besparen. Ja. Zeg maar. Dus je bent daar constant mee bezig. En ik denk dat dat ook je uiteindelijke doel is. Is dat eind product en het publiek dat je daarbij in gedachten hebt. Want je gaat ons even meenemen met een blogtekst van hem die je voor gaat lezen in jouw woorden. Klopt. Zou je dat voor ons willen doen? En dan gaan we het daarna hebben over waar dan precies de moeilijkheden zaten aan deze vertaling. Daar ben ik super benieuwd naar. Is goed. Jij mag me vertellen wat je lastig vond. Ja, dat ga ik doen. Oké. Okay. De blog heeft geen titel. Dit is blog 3. Dit is de blog van vandaag. Oké. Okay. Vandaag sprak ik voor het eerst met de vertaler van deze korte teksten, Fleur Eras. Die opmerkte dat de thematische lijn in de eerste twee blogs haar was opgevallen. Fleur heeft natuurlijk gelijk. De lezer hoeft niet te lijden onder mijn obsessies. Daarom, al kan ik misschien niet voorkomen dat ze toch af en toe de kop opsteken, ga ik van onderwerp veranderen. Ik heb overigens altijd gedacht dat, van onderwerp veranderen, een geweldige titel voor een roman zou zijn. Het schijnt dat James Joyce ooit zei, omdat we de werkelijkheid niet kunnen veranderen, veranderen we van onderwerp. Daarom vormen de resterende blogs een drieledige reeks waarin ik het verhaal waar ik momenteel aan werk verbind met literaire utopieën in science fiction en een van de beste verhalen van Borges. Ik vraag om uw geduld.
De afgelopen jaren spookten er een aantal ideeën door mijn hoofd die allemaal al lang en breed besproken bleken te zijn in het literaire veld. Als er nog iets de moeite waard is om te behouden uit de puinhoop van dit hele proces, afgezien van frustratie en van plezier, dan is het de manier waarop ik bij die ideeën terechtkwam. Ik bedoel daarmee het debat over of het in het Westen nog mogelijk was om utopische verhalen te schrijven na de 3 grote oorlogen van de eerste helft van de 20e eeuw. Die problematiek is, zoals de lezer vast weet, kennelijk wist iedereen dit behalve ik, al uitgebreid besproken met het oog op science fiction literatuur. Het opmerkelijke is, zoals ik al zei, dat ik bij dezelfde vragen uitkwam, ongetwijfeld met veel meer moeite dan nodig was geweest als ik gewoon het juiste pad had gekozen, via, jawel, Borges. Ik maak al een paar jaar aantekeningen voor een artikel dat als titel De Dappere Bibliothecaris of De Bibliothecaris en de Revolutie had moeten hebben of iets in die richting. Gelukkig denk ik dat ik het nooit echt ga schrijven, dus die titels kan ik allebei wel weggooien. De ene omdat ik dan Bolaño zou plagiëren, de andere gewoon omdat hij verschrikkelijk is. In het artikel zou ik hebben geprobeerd een dimensie toe te voegen aan een briljant boek van Beatriz Sarlo. Borges, un escritor en las orillas. Borges, een schrijver op de rand. Waarin de essayist de politieke lading in het werk van Borges blootlegt. Los van het nationale vraagstuk, dat prompt Lost in Translation raakte tijdens het exporteren van Borges' oeuvre, hoef je alleen maar door de verzamelde verhalen van de Argentijn te bladeren om vast te stellen dat zijn verhalen, zelfs de meest terughoudende, een zekere politieke, laten we het betrokkenheid noemen, bevatten. In De Loterij van Babylonië, verhaal, stelt hij een mogelijk sociaal model voor. Hij dringt het overigens niet op. In Utopie van een vermoeid man confronteert hij de lezer met een verontrustend toekomstbeeld. En in De Zaaier reflecteert hij op de aard van geld en op de crisis van de jaren 30, et cetera. Je kunt het politiek met een hoofdletter P noemen, die bijeenkomsten van belangrijke mannen waar wordt besloten dat ideologische overwegingen minder zwaar wegen dan handel, dan de status quo. Jammer genoeg kennen we in ons schrift niets groters dan hoofdletters. Dus misschien kunnen we wat Borges in zijn vreemdste verhalen doet vetgedrukte politiek noemen. Ik kom er nu gek genoeg achter dat met het verstrijken van de jaren het juist die vreemde verhalen zijn die me het meest interesseren en die ik als het meest politiek ervaar. Het idee voor het artikel in de vorige alinea kwam eigenlijk voort uit misschien wel het meest buitenaardse verhaal van Borges. Tlun Ukbar Orbis Tertius, wat een zombieverhaal is op dezelfde manier dat Le Orle van Guy de Maupassant dat was. Over de ondergrondse genealogie, waar de literatuur van doortrokken is, schrijf ik in de blog van morgen. To be continued. Oeh, to be continued, dat is altijd goed. Dan moeten spannend, we nog, hè? Ja. Eén vraag hierover. Voor een lezer in het Spaans is veel wat hier genoemd wordt al een stuk toegankelijker dan voor ons. Yeah. Ik weet niks van Borges, misschien als ik Spaans had gekund een stuk beter. Hoe werkt dat voor jou? Als jij daarover leest, ken jij alle nuances van het Spaans goed genoeg om het naar het Nederlands te vertalen? Denk je dat is het überhaupt mogelijk om de Nederlandse lezer diezelfde ervaring te geven? Ja, dit is wel echt voor een ingelezen publiek, denk ik. Dus dit is ook wel een heel specifiek voorbeeld. Het, inderdaad, ik heb Latijns-Amerika-studies gestudeerd. Dan is Borges best wel verplichte kost. Het wordt je een beetje met de Latijns-Amerikaanse paplepel ingegoten. En Munir en ik hebben ook gevideobeld van de week. En toen hebben we onszelf wel onthuld als zelfverklaarde Borges groupies. Weet je wel? Dus voor mij is dit inderdaad wel toegankelijk. Maar ik kan het ook niet veel helderder maken dan het er staat. Anders zou ik dingen moeten gaan toevoegen. En dat is natuurlijk een doodzonde. Zelfs als je het zou willen, zou je... Mm-hmm. Dus hopelijk prikkelt het dan de lezer om zelf die verhalen erbij te pakken van Borges. En de vertaalslag zelf een beetje te maken misschien. Ja. Ik ga even naar Madelon. Jij bent aan een auteur gekoppeld met een heel andere stijl. Een heel andere taal ook. Nisha Dolan, zij komt uit Ierland. Mm. Ze schrijft in het Engels. Jij vertaalt haar uit het Engels. Ik stel voor dat we heel even kort naar haar gaan luisteren. Nisha Dolan, zij leest voor uit haar roman Opwindende Tijden. Dat is vertaald door Lisette Graswinkel. We gaan naar haar luisteren, Nisha. Hi, I'm Nisha Dolan. If you don't know me, I'm an Irish writer, and while I might not be crossing any particular physical borders in this instance, I'm very happy to be taking part in the Crossing Border Festival. So I was asked to read from my latest book. I only have one out, so that's a quick decision. This is my debut novel, Exciting Times, and I'm notoriously terrible at describing it, because I don't like feeling that I'm telling anyone what to think about anything that I've written. So what I thought might be easiest was if I just read from the start, because that way you don't need any context and I can avoid the need to
explain and therefore inevitably comment on what's going on. So here we are. July 2016. My banker friend Julian first took me for lunch in July, the month I arrived in Hong Kong. I'd forgotten which exit of the station we were meeting at, but he called, saying he saw me outside Kiwa Bakery and to wait there. It was humid. Briefcase bearers clopped out of turnstiles like breeding jennets. The tannoy blurred out first Cantonese, then Mandarin, and finally a British woman saying, "Please mind the gap." Through the concourse and up the escalators, we talked about how crowded Hong Kong was. Julian said London was calmer, and I said Dublin was too. At the restaurant, he put his phone face down on the table, so I did the same, as if for me too, this represented a professional sacrifice. Mindful he'd be paying, I asked if he'd like water, but while I was asking, he took the jug and poured. "Work's busy," he said. "I barely know what the hell I'm doing." Bankers often said that. The less knowledge they professed, the more they knew, and the higher the salary. I asked where he'd lived before Hong Kong, and he said he'd read history at Oxford. People who'd gone to Oxford would tell you so even when it wasn't the question. Then, like everyone, he'd gone to the city. "Which city?" I said. Julian assessed whether women made jokes, decided we did, and laughed. I said I didn't know where I'd end up. He asked how old I was. I said I'd just turned 22, and he told me I was a baby and I'd figure it out. We ate our salads, and he asked if I dated in Hong Kong yet. I said not really, feeling yet to contradictory things as an adverb, and there were more judicious choices he could have made. In Ireland, I said, you didn't date, you hooked up, and after a while you came to an understanding. Julian said, "So you're saying it's like London?" "I don't know," I said. "I've never been." "You've never been to London?" "Ever?" "Never," I said, pausing long enough to satisfy him that I tried to change this fact about my personal history upon his second query, and was very sorry I'd failed. "Ava," he said, "that's incredible." "Why?" "It's such a short flight from Dublin." I was disappointed in me too. He'd never been to Ireland, but it would have been redundant to tell him that it was also a short flight that way. We discussed headlines. He'd read in the FT that the offshore renminbi was down against the dollar. The one piece of news I could offer was that a tropical storm was coming. "Yes," he said, "Mirinai and a typhoon the week after." We agreed it was an exciting time to be alive. Both storms came. Unrelatedly, we kept getting lunch. "I'm glad we're friends," he'd say, "and far be it from me to correct a Balliol man." I felt spending time with him would make me smarter, or would at least prepare me to talk about currencies and indices with the serious people I would encounter in the course of adult life. We got on well. I enjoyed his money, and he enjoyed how easily impressed I was by it. So, yeah, it always feels slightly strange reading from this book that I wrote so long ago, like years ago. So I'm looking forward to sharing stuff that's maybe a bit more current as we go. So thanks for having me in the meantime. Bye. Graag gedaan. U luisterde naar Nisha Dolan. Zij las voor uit haar boek Opwindende Tijden. Dat is vertaald door Lisette Graswinkel. En ook in het Nederlands te krijgen trouwens via Atlas Contact. Dat is de uitgever, dus google dat vooral even. Niet nu, want we zijn nog niet klaar. Ik heb namelijk nog één hele prangende vraag. Madelon, die ga ik aan jou stellen. Ik had vrienden van mij die zeiden, oh wat leuk, Nisha Dolan. Ik ben helemaal te gek. Ik vond haar boek fantastisch. En zeg ik, ja, weet je wat leuk is? Ik mag haar iemand interviewen die haar werk vertaalt. Voor Crossing Border. Iedere dag moet ze een stuk van haar vertalen. En dan zeggen vrienden van mij, die zeggen, ja, maar het is in het Engels, dus dan lees ik het net zo lief in de originele taal. Ik vraag me af, wat zo'n. Jij hebt natuurlijk het gevaar dat mensen bij het Engels dat gewoon gaan zeggen, omdat ze zelf Engels kunnen. Ja. Wat is jouw antwoord op zo'n vraag? Nou, ik denk zeker in Nederland dat inderdaad heel veel mensen die neiging hebben, elke Nederlander kan Engels, toch? Ja, dus dat mensen een beetje het idee hebben van, ik kan dat ook wel. Ja. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Maar nou ja, zo zit het toch niet helemaal. Want er is nog wel een verschil tussen gewoon Engels kunnen begrijpen en je verstaanbaar kunnen maken in het Engels. En echt alle nuances van zo'n taal doorhebben en ook weer over kunnen zetten in een andere taal. Vertalen is moeilijker dan het lijkt, zou ik willen zeggen. Dus als ik het boek van Nisha in het Engels zou lezen, ik geloof je het meteen hoort trouwens, maar zeg het vooral even tegen mijn vrienden, dat het een hele andere leeservaring is dan wanneer je het in het, in het Nederlands zou lezen. Ja. Madelon, lijkt me een goed moment om naar jouw vertaling te gaan luisteren. Je hebt een vertaling gemaakt van een van de blogs van Nisha Dolan. Zij schrijft over haar ervaringen op Crossing Border en jij gaat haar blog voorlezen in je eigen vertaling. Hartverwarmend om het Crossing Border Festival zich deze week te zien ontvouwen. Er is zo'n bruisende selectie van stemmen bijeengebracht. De Engelstalige literaire wereld kan oogkleppen op hebben,
Dus ik bewonder literaire gemeenschappen die in hun evenementen meer blijk geven van het besef dat niet de hele wereld in het Engels plaatsvindt. Zelfs binnen de Engelstalige bubbel hebben bijvoorbeeld Amerikaanse critici de neiging Ierse romans te lezen alsof ze zich in Brooklyn afspelen. Ik streef ernaar om romans te benaderen vanuit de aanname dat ik niet alles zal begrijpen. Er hoeft niet per se een probleem bij mij of bij de tekst te liggen. Er is eerder sprake van wrijving, waaruit blijkt dat ik bijleer. Diezelfde betrokkenheid is een van de genoegens van vertaald worden. Het is een eer om te zien hoeveel zorg de vertaler aan mijn werk besteedt en de moeite die een lezer van een vertaling soms moet doen om cultuurspecifieke kwesties te begrijpen, getuigt ook weer van een bijzonder soort aandacht. Bovendien kan ik mensen zich het hoofd laten breken over de klinkerhutspot Nische. Het laatste wat ik voor Crossing Borders heb gedaan was mezelf opnemen terwijl ik uit mijn debuutroman voorlees. Ik moet toegeven dat ik iedere keer weer het eerste hoofdstuk doe, omdat ik dan geen context hoef te geven of het plot hoef te beschrijven. Een veelgehoorde misvatting is dat het feit dat je boeken schrijft ook betekent dat je er goed over kunt praten. Ik ben niet goed in praten, daarom schrijf ik juist. Soms kom ik toch niet onder het praten uit, vooral wanneer ik door iemand geïnterviewd word die mijn werk niet gelezen heeft. Dat komt vaker voor dan je zou denken. Maar ik doe het liever niet omdat ik dan onvermijdelijk een interpretatie meegeef. Tegenwoordig wordt er van alles uit de kast gehaald om mensen te vertellen hoe ze boeken moeten lezen. Veel daarvan ligt buiten de macht van de auteur. Buiten de pagina's om kies ik niets, van de manier waarop het boek wordt beschreven tot de auteurs met wie ik vergeleken word. Dus ik kan die dingen negeren, omdat ik ze niet in de hand heb gehad. Ik ben chaotisch en heb geen spanningsboog, dus je zou dingen negeren een natuurlijke gave kunnen noemen. Het spreekt vanzelf dat dit een enge week is, aan het einde van een eng jaar. Moet je gruwelen en absurditeiten aankaarten als die je het meeste hebben beziggehouden, maar je er niets zinnigs aan toe te voegen hebt? Mijn angst en paniek zijn die van iedereen. Als we geen van allen aan een gevoel kunnen ontsnappen, weet ik niet of het een blijk van solidariteit zou zijn om mijn eigen iteratie uit te drukken. Het voelt eerder als een nodeloze echo. Maar de blog zou op een vreemde manier niet kloppen als ik het helemaal niet zou noemen, dus bij deze. Ik ben bang. Het was leuk om mijn laatste blogpost te zien verschijnen en Madelon's vertaling te zien. Ik moet toegeven dat ik geen Nederlands spreek, al staat het wel op het lijstje van talen die ik ooit wil leren. 99% van de dingen die ik in mijn leven van plan ben, ga ik ooit doen. Het is denk ik lastig om geïnteresseerd te zijn in Engels en niet ook geïnteresseerd te raken in de meeste andere talen, want het heeft van alles wel wat opgezogen. Deels natuurlijk dankzij het charmante enthousiasme waarmee de Britten het geëxporteerd hebben. Als Ierse vind ik het beladen om in het Engels te schrijven. Ik beheers het Iers maar amper. Ik zou er nooit met literaire precisie in kunnen laveren. En zelfs als dat wel zo was, zou ik geen groot lezerspubliek hebben. Er bestaan epistemologische waarheden over mijn volk en ons verleden waar ik nooit toegang toe zal krijgen, omdat ze in de Ierse taal zijn opgesloten. Maar goed, ik zal het meeste over de meeste dingen ook nooit te weten komen. Dus dat is een opbeurende gedachte om mee te eindigen. Ik kijk uit naar de rest van het festival dit weekend. Ja. Ik vind het fantastisch dat we jullie hier naartoe hebben kunnen halen. Jullie komen dan uit Nederland, maar ik ben blij dat we jullie voor de camera kunnen zetten. Dat de Chronicles daarom draait, dat we vertalers voor het oog van het publiek kunnen bevragen over hun werk. Want het is ongelooflijk zwaar werk, het is moeilijk werk, het is iets wat ik helemaal niet zou kunnen. Zelfs bij het Engels niet, wat ik toch redelijk, beheers. Ik denk dat een hele roman me niet zou lukken. Goed, dames en heren, dat was het. The Chronicles voor 2020. Een super raar jaar. En daarom ben ik blij dat u bij ons bent gebleven. Deze hele maffe achtbaan. Langs 5 auteurs, langs 5 vertalers. Die boeken, die kunt u allemaal nalezen op thechronicles.eu. U mag er bijna naartoe surfen, dames en heren. U mag bijna die blogs gaan lezen. Want wij gaan nu live op dit kanaal overschakelen naar de Europese Literatuurprijs. Dat is het programma van Crossing Borders. Dat komt hier meteen achteraan. Dus u kunt gewoon blijven zitten. U hoeft nergens heen, u hoeft niet te zappen. En het is trouwens Biden, dus u hoeft ook helemaal niet meer naar het Amerikaanse nieuws te kijken. De live vlog mag u eindelijk sluiten van de NOS. Goddank dat dat mag. Ik wens u nog een heel erg prettige avond en ik hoop u volgend jaar weer te zien bij Crossing Borders. Tot dan.